Mijn naam is Stef, dit is Arvid en dit is Elmar. Wij gaan het vandaag hebben over de brug van Nieuwpedam. En dus gaan we mensen interviewen. Toch Elmar? Ja, we gaan bijvoorbeeld boeren interviewen. Hallo mevrouw. Hallo. Komt u vaak over deze brug? Ja, heel vaak, bijna iedere dag. Heeft u ook vaak last van auto's? Nee, eigenlijk niet. Er komen hier niet zo heel veel auto's langs. En als een auto langskomt, dan moeten ze vaak even wachten om elkaar te passeren. Maar het gaat eigenlijk altijd wel goed. En is het in de zomer dat er hier ook altijd veel kinderen aan het zwemmen zijn? Ja, dat is hartstikke leuk. Ze staan hier allemaal lekker te springen en te zwemmen. Ja. Hoe heet u? Adrie van der Velde. Okay. En wat vindt u van de Hofbrug? Nou, ik vind het eigenlijk gewoon één grote rotzooi hier af en toe 's morgens. Van 6 tot 9. Want waarvan heeft u dan last? Nou, als je niet uitkijkt, dan word je van je fiets afgereden. Omdat hier heel veel mensen zijn die geen pasje hebben en die achter al andere auto's aan proberen te rijden. Oh, en hoe werkt dat pasje dan? Dat moet je het Hoogheemraadschap vragen. Dat werkt op een zender daar bij de brug. Heeft u een pasje? Ja. En wat doet u dan om de brug open te doen? Hoef ik niks te doen, want dat pasje ligt in de auto. En dan meld ik me eigenlijk vanzelf. Dus u kan gewoon doorrijden? Ja, ik wel. Maar mensen uit Purmerend niet. Dus er zijn gewoon mensen uit Purmerend die over de brug rijden, terwijl dat niet de bedoeling is? Juist, dat heb je goed verwoord. En wat vindt u dan het voordeel van deze brug? Nou, dat er geen slaapverkeer meer is. Dat hier op de Holweg gewoon wat rustiger geworden is. Want waar eerst ook mensen last van mensen uit Andijk, Medeblik, Horen, half West-Friesland kwam hier overheen. Weet u hoe lang deze brug al bestaat? Nou, ik denk van een jaar of 7, 8. Hoe kwamen de mensen hiervoor aan de overkant? Ja, moesten we omrijden via Ilpendam of via zo de Purmerring, hè? Oké. Heeft u wel eens last van de brug? Nee, ik niet. Er komen veel fietsers over en wandelaars uit Purmerend en Ilpendam. De Ilpendammers maken haast iedere dag wel een rondje, verschillende mensen. Oké. Wat is het profijt van deze brug? Nou, van Ilpendam en zo en de Purmerend fietsen door het Purmerbos kunnen veel fietsers uit Purmerend over de brug en zo naar Monnikendam. Is korter hè, de weg. Ja. Dit was het interview. Je sloeg bijna de iPad uit mijn hand. Wat is dit voor brug? Slof, volgens mij. De slofbrug. Wie gaan we zo interviewen? Er zit geen microfoon in, Maniek. Wie gaan we straks interviewen, Arvid? Elmar hijgt nog steeds. Arvid ook. Arvid kijkt me nu heel duivels aan. Arvid? Arvid is duivels. Arvid?